Hallo daar, mijn naam is Jennifer Mariana. De wereld van energie is mijn specialiteit en mijn passie. Met mijn podcast neem ik je mee in mijn verhalen waarin ik de vertaalslag maak van mijn fysieke wereld naar de energetische wereld en andersom. Voor inzichten, heling en groei. Ik wens je veel luisterplezier. Hallo en leuk dat je weer intuned. Nou, eerder dan verwacht had ik nu toch alweer wat inspiratie. Maar dat komt doordat ik eigenlijk met Aisha ging wandelen. Nee, ik ging niet wandelen. Ik ging met haar op de fiets, gingen we even een boodschapje doen. Ik wilde heel erg graag even naar een winkeltje om wat kleertjes voor haar te kijken. Want ik vond dat het weer tijd was daarvoor. Ze had niet meer zo heel erg veel kleding. Ze is pas eigenlijk, is ze helemaal nu klaar met 8 maatje 68. En zit ze nu al een tijdje op 74. Maar ik merk dat heel veel dingen nu toch al wel naar 80 gaan. Zo, ik heb ook een superleuk spijkerjasje van de H&M. Nou, dat moet alweer een maatje groter. En dat moet dus naar maatje 80. Dus opeens, eerst soort van dat 74 veel te groot was voor haar. Dat we nu eigenlijk toch alles weer naar 80 moeten gaan kopen. Nou, in ieder geval, not interesting. Voor misschien sommigen wel, maar ja. In het algemeen, niet interesting. Want dat is niet waar ik het over wilde hebben. Waar ik het over wil hebben is dat we dus, wij liepen en ik was een beetje in de rek aan het kijken. En daar kwam een moeder binnen, ik geloof met haar zus. Uiteindelijk, want dan hoor je die gesprekken. En dan met een meisje van, nou ja, ze liep wel, maar ik ben niet zo goed in het inschatten van kindjes. maar laten we zeggen tussen de 1 en de 2 of zo. Ze werd nog wel op de arm gedragen. Dus ik denk dat het veel ouder misschien dan niet was. En ze kwam dan al binnen. Gelijk al best wel huilen. En best wel veel stennis schoppen. Kan ik het daarop houden. En uiteindelijk was ze weer wat rustiger. Ze werd dus op de arm toen gedragen. En toen op een gegeven moment liep ze langs. En ze keek IJsje aan. Ik had IJsje in de draagdoek. En toen zei ze, ja, kijk. Kijk naar dat meisje, die heeft ook geen speentje. En die is jonger dan dat jij bent, dus jij hebt hem ook niet meer nodig. Zoiets. En toen dacht ik, ik was er gewoon stil van. Ik dacht, what the fuck? En heel stom, ik lachte alleen maar. Ik dacht, waarom lach ik? Het is niet om te lachen. Ik wilde eigenlijk gewoon haar zo'n lecture geven, maar het kan dan gewoon niet in mijn beleving. Want dat vind ik gewoon echt niet netjes. Ik weet dan ook niet wat voor boodschap ik dan uiteindelijk aan dat kind meegeef. Ik weet ook niet of dat een goede boodschap is of dat niet goed. Nou, ik was helemaal, zoals je kan horen, echt van me apropos. Ik vond het ook heel vervelend dat Aisha kreeg de woorden niet mee. Maar ik denk dat als Aisha trouwens wel de woorden zou hebben meegekregen, dat ik daar wel mee in gesprek zou zijn gegaan. Zodat ik in ieder geval wel weet, dat Aisha in ieder geval wel weet dat mama daar anders over denkt. In ieder geval hoe anders ik daarover denk nu, dat zal ik je nu uitleggen. Opeens klikte het voor mij. Dit is wat we eigenlijk gewoon standaard doen, hè? Dit is nu een moeder die het gewoon zo zegt, hardop, tegen haar kind. En dat heeft dan weer een stuk met opvoeding te maken. Maar we doen dat buiten om de opvoeding, doen we dat ook constant bij onszelf. Onszelf vergelijken met anderen. En dat anderen wijzen naar anderen van, kijk die gaat het, daar gaat het zo bij. En die doet het zo. En die ervaart dit en die ervaart dat. En eigenlijk hebben we al die informatie tot ons genomen en hebben we onszelf, denk ik, gecreëerd. Ons ego gecreëerd. En wij hangen heel veel van onze eigen waarde af aan hoe anderen ons zien. En als je daar op een gegeven moment scheid aan hebt gekregen, dan hang je nog steeds, geloof ik, heel erg veel waarde aan hoe het eigenlijk hoort te zijn. En dat je nog steeds een beetje onzeker kan worden van hoe bij het andere gaat. Dan als het zeker op een bepaald moment, dat gaat altijd, gaat het gewoon even niet zo lekker. That's life. Weet je, op een gegeven moment zit je gewoon even op de bank of in bed en dat je denkt van, eigenlijk gaat het gewoon even niet zo lekker. En dat kan. En dat moet er dan ook zijn. En je weet niet waardoor dat komt. En het hoeft niet gelijk iets ernstigs te zijn. Het mag er gewoon zijn. Maar we hebben zo geleerd dat bepaalde dingen er niet mogen zijn. Want we vergelijken onszelf constant met anderen. Het is niet dat als je buiten loopt dat je
Nou, ik wil zeggen van dat je dan mensen echt soort van zo sip ziet. Nou, dat zie je natuurlijk eigenlijk best wel. Waar wilde ik het dan eigenlijk mee vergelijken? Dat je dan als je niet zo lekker voelt, dat andere mensen zeggen van, oh, kom op, weet je wel. Of als je dan vraagt van anderen, heb je dat ook? En zeggen, oh nee, mijn muggen, dat is goed hoor. Heel veel van de menselijkheid is natuurlijk wel gewoon, wordt wel besproken, maar een heel groot gedeelte natuurlijk niet. En dat je gelijk denkt van, oh, hoort mijn relatie misschien anders? Kijk, misschien wil ik daar naartoe, naar die punten. Van, oh, als je gewoon even kut voelt, gewoon, hè, even plat gezegd. Dan misschien denk je dan gelijk van, oh, mijn relatie is niet goed. Of mijn financiën zijn niet goed. Of ik vind mijn werk niet leuk. Of iets met vriendschap of zo. Of met je tuin, met je huis, met je kleding, met je lichaam. Van alles. Hè? En je gaat eigenlijk daarop een gebied uitzoeken. En daar ga je ontevredenheid op uiten. Omdat dat gebied nou even naar voren komt in de periode dat je gewoon even... Nou ja, je downperiode hebt. Die hebben we nodig om weer helder te krijgen waar we naartoe willen gaan. Je moet je intenties helder gaan krijgen. We denken dat we weten wat we willen, maar eigenlijk weten we dat helemaal niet. Het hogere zelf weet dat. En het hogere zelf die leidt ons iedere keer naar de makkelijkste wegen om ervoor te zorgen dat we te weten te komen wat we nou werkelijk willen. En dat gaat stapje voor stapje en dat gaat op de makkelijkste manier gaat dat door situaties te veroorzaken, zodat je erachter komt, hey, dit wil ik in ieder geval niet. En dat je daaraan gaat werken. Want op het moment dat jij tevreden bent, voel jij geen urgentie om ergens aan te werken. Op het moment dat jij ergens een ontevredenheid in voelt, dan ga je de urgentie voelen om daar iets aan te doen, want je wilt je in ieder geval niet meer zo voelen, ergo ontevreden. Maar vanuit dat punt ga je dus kijken, oké, wat doen anderen en hoe doen anderen het? En hoe kan ik ervoor zorgen dat dat eigenlijk ook in mijn leven gebeurt? En daar zitten heel veel goede dingen in. Weet je, begrijp me niet verkeerd. Er zit overal een soort van een kanttekening aan. Je hebt altijd een positief en een negatief. Maar ik denk dat het even, dat ik het wil zeggen, omdat ik merk gewoon een veel meer negatieve kant nu aan het stukje vergelijken dan de positieve kant. Ik merkte dat er bij mij heel erg naar voren kwam mijn jeugd opeens toen ik daar dus over ging nadenken. En dat ik gewoon absoluut ook niet wil dat ik Aisha dat meegeef van, oh, kijk hoe het bij anderen gaat. Kijk, dat meisje of dat jongetje doet dat toch ook niet. Dus, ja, zij doet het niet. Weet je, klaar. En zo dat gevoel kreeg ik op een gegeven moment bij mijn jeugd. Net zoals bij op school en dingen lukte niet. Ik was bijvoorbeeld niet goed in rekenen. En ik weet nou niet of ik niet goed in rekenen aan zich was. Of dat ik gewoon, sorry hoor, ergens denk ik gewoon dat het aan de uitleg ligt. Of dat ik gewoon de vibe van degene die het uitlegt gewoon niet snapt. Dat kan ook nog, hè. En dat vond ik wel heel erg naar. En dan ga je vergelijken, want dat doen ze ook. Zeggen ze, ja, maar oh, die weet dat wel. Of die kan dat wel, of die begrijpt dat wel. Dus het ligt niet aan mijn uitleg, weet je wel. Dan hoeven ze niet naar zichzelf te kijken. Dat kwam ook een beetje weer in me op. Het was ook heel erg dat ik dacht van, oh, dus de ander kan dat wel, ik kan dat niet. Dus ik ben niet goed. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben hier niet goed in. En als kind zijnde is het zo funest. Hè? Kijk, als volwassene ga je op een gegeven moment kunnen leren relativeren. Hoewel ik daar ook denk dat daar dus weer natuurlijk ook een negatieve kant aan zit. Maar dat is nu even niet het onderwerp. En dan ga je dingen natuurlijk in perspectief kunnen brengen. En dan ga je steeds meer kunnen voelen. Oké, maar ik ben zo en dat is goed genoeg. Maar ik denk dat we het stukje goed genoeg voelen gewoon niet goed kunnen voelen altijd. En dat serieus een kernovertuiging is van velen van ons, waaruit al die andere overtuigingen tot oorsprong zijn gekomen, dat we hebben veroorzaakt dat je ergens niet goed in bent of dat je niet goed voelt in iets wat je doet. Dat je heel erg onzeker wordt, dat je niet durft die stappen te nemen. Terwijl ja, ons leven hier op aarde bestaat toch wel ook uit risicovolle stappen af en toe te nemen, omdat heel veel dingen gaan bij ons vanuit het hogere zelf op gevoel, op intuïtie en nou niet zozeer altijd op brede van dingen en feiten. Dus heel erg dat out of the box denken wordt
ook heel erg beperkt als in ieder geval kind zijn en heel veel natuurlijk, het wordt nog steeds zoveel gedaan. Ik merk dat er een tegenbeweging is, maar die is zo nog niet groot genoeg. Dat de collectieve energie waar deze kinderen nu in opgroeien, dat nog steeds te maken heeft met vergelijken van elkaar. En eerlijk gezegd, ik vind het ook vervelend als ik dat doe. Ik vind dat echt vervelend en het voelt zo naar als je ziet dat ouders dat inderdaad met de kinderen ook doen, omdat het zo normaal is gemaakt. En dat je denkt dat je daarmee je kind eigenlijk, en ik zeg nu met een kind als voorbeeld, omdat dat is nu in mijn leven gebeurd en daardoor kom ik hier op deze podcast. Dus het is niet dat ik, ja, ik oordeel natuurlijk er wel een beetje over, hoewel ik niet daarover wil oordelen. Laat me daarover duidelijk zijn. Het is niet, ik vind het wel heel normaal dat het wordt gedaan. Alleen ik was gewoon even echt heel erg gechoqueerd van de bewustwording die ik ervan kreeg. Hoe normaal het is dat we, en dan zeker in de opvoeding, dat we zeggen, ja, maar kijk naar die. En je leert er ook heel erg veel van, maar weet wanneer je het moet inzetten. En wat wil je er nou uiteindelijk mee bereiken? Het kind, hoe moet het kind zich voelen? Je wil bereiken dat kind kennelijk geen speentje meer nodig heeft. En dat dat niet meer zo zeikerig gaat doen, omdat het gewoon zeikerig is. En niet meer zeikerig is als het een speentje heeft. Maar je vindt het gewoon een belachelijk gezicht dat je kind op zo'n leeftijd een speentje heeft. Is dat niet een beetje jouw effing probleem dat jij het naar vindt dat jouw kind een speentje heeft? Ik vind het namelijk, het is serieus, ik stel dit omdat ik voelde precies hetzelfde. Ik wilde absoluut niet dat Aisha een speentje kreeg. Ik vond gewoon gore dingen. Ik denk, nee, mijn kind hoeft geen speentje en mijn kind krijgt geen speentje. Nou ja, je hoort oordeel natuurlijk al daarin. Wat krijg ik? Een kind dat een speentje nodig heeft. Nou, nu heeft Aisha het gewoon echt heel erg nodig gehad. Dus in haar babyfase, zeker ook met het slapen. En uiteindelijk, nu heeft ze eigenlijk gewoon een beetje uit gewoonte dat ze nog steeds een speentje bij het slapen gaat. Maar goed, dat kind is nu net één. Ik moest gewoon heel erg in de periode ook over mijn eigen oordelen gaan nadenken. En over waarom ik denk wat ik denk. En of dat realistisch is en of dat is hoe ik wil zijn. Nou, daar kom je dan natuurlijk achter waar op het moment dat je wordt geconfronteerd met jezelf natuurlijk weer. Hè? Nou, dus eigenlijk, nogmaals om dan terug te komen op dat voorbeeld. Het is een beetje een new kind of problem. En niet zozeer van het kind. Want het kind boeit het niet dat het een speentje in heeft. Weet je, moet misschien wel het kind aanleren van als je iets wil zeggen, moet je wel het speentje uitdoen. Want anders hoor ik je, ik versta je gewoon weg niet. Dus ja, dat is dan nog wel aan te leren. Maar voor de rest, the child doesn't care. No. En uiteindelijk stopt het kind met, als het alleen maar van, ja, die doet het niet, die doet het niet. Dan stopt het kind vanuit welke energie? Vanuit, als ik geen speentje meer draag, dan ben ik een grote meid. Dan ben ik goed genoeg. Dan ben ik goed bezig. Dan is mijn moeder niet boos op me. Of dan voelt mijn moeder geen schaamte bij me. Is dat serieus de fijnste manier om iets voor elkaar te krijgen bij je kind? Nee. En als je dan dat voorbeeld neemt, hoe vaak voel je dat nou eigenlijk in jezelf? Dat je sommige dingen doet of niet doet vanwege de acceptatie die je krijgt van anderen. Vanwege dat anderen dan niet boos op je zijn. Vanwege dat anderen dan zich niet schamen voor jou. En als je dat dan zo zegt, dat maakt mij dan, weet je, heel soort van, dan voel ik echt dat kindstuk in me best wel verdrietig. Heel verdrietig, weet je, van, oh, dan ben ik, als ik dat doe, dan ben ik anders gewoon niet goed genoeg. Maar ik vind het wel fijn om te doen, weet je. En ik denk dat je sommige dingen gewoon niet moet willen forceren. En op het moment dat je dingen loslaat, dat het vanzelf zal gebeuren. Net als, ik heb een voorbeeld, ook met slapen. Aisha die slaapt in haar eigen bedje. Maar dat is niet omdat het zo nodig moet van mij. Ze heeft gewoon hier prima naast ons geslapen in haar eigen bedje, in die co-sleeper. En er zijn ook mensen die nog steeds kinderen op latere leeftijd, laten we zeggen vanaf een jaartje of vijf, nog steeds op de kamer hebben om daar te slapen. Is dat raar? Ik vind van niet, weet je wel. Maar daar heb ik wel, nu vind ik dat trouwens van niet, dat vond ik eerst wel. Nou, even denken. Ja, dat vond ik dus eerst wel. Daar ben ik natuurlijk al een tijdje van teruggekomen. Omdat ik vind het heel mooi wat daar uiteindelijk achter zit. Want wat zit daarachter? Je geeft uiteindelijk
de keuze ook aan het kind. Kijk, en tuurlijk, misschien heb je zelfs, als je het zelf geen probleem vindt. Sommigen vinden het misschien wel een probleem. Die denken, ja, maar ik wil ook gewoon mijn bedtijd voor mezelf hebben en voor mijn partner. En dan wil ik niet mijn kind hebben. Nou, dat, daar kan ik, hè, dat, daar kies je dan voor, dat is prima. Maar als je er niet voor kiest, dan moet het niet zoiets zijn van, oh, ik doe het dus niet, terwijl ik wel vind of voel dat, dat ik mijn kind gewoon in mijn kamer wil hebben, maar omdat anderen het niet doen. Heel veel kiezen er ook voor, ik laat mijn kind gewoon eigenlijk tot het moment dat het gewoon goed gaat en dat ik gewoon niet aan haar merk dat ze in haar eigen bedje wil, en totdat ze eigenlijk zelf zegt, ik wil in mijn eigen kamer slapen, dan slaapt ze gewoon. In haar eigen kamer. Ik was ook bij de fysio. En nou, haar dochtertje is 2. Dat is de tweede trouwens. Of nee, die wordt 2. Die wordt 2. En die slaapt dan nog niet echt goed door 's nachts. Die slaapt in principe wel in haar bedje. Maar die slaapt dan niet door. Wordt ze wakker en dan wil ze tussen papa en mama in liggen. Nou, en dan slaapt ze wel. Dus heel vaak, ze zegt, ja, nou ja, dan maar gewoon bij ons in bed. Want dan hebben we tenminste nog wel de uren slaap. Nou, en terecht, Jesus, weet je. Ik ga ook liever kiezen voor slaap dan een woelend kind, weet je wel. Of een huilend kind. En terwijl dat eigenlijk dus dan even niet nodig is. Ik heb dat heel erg met Aisha toen gedaan. Ik heb haar dan niet in bed gelegd, omdat, nou ja, trouwens, ik vond dat veel te eng. Dat voelde helemaal niet goed. Dus ze had dan het co-sliepertje. En ik merkte op een gegeven moment dat zij het gewoon niet fijn vond om bij ons op de kamer te slapen. Omdat er gewoon best wel veel geluid maakte voor haar, kennelijk. Deur in, deur uit. Het kraken van de vloer als we in bed komen. Of dat ze toch, of dat ze het bed hoort. Weet ik veel. Of de gordijnen. Of het dekbed wat dan woelt als we omdraaien, als we slapen. Of, nou ja, I don't know. In ieder geval, ze was best wel onrustig. En ze sliep uiteindelijk zo chill met 5,5 maand in haar eigen bedje. En ik wilde eigenlijk met 6 maanden dat pas echt die overgang gaan doen. Maar met 5 maanden begon ik die tussendutjes al, dus niet de nacht, maar de tussendutjes al in haar eigen bedje te doen. Om haar te laten wennen, zodat die overgang chiller zou zijn voor in de nacht. Want dan snapte ze van, nou ja, dit is dus mijn kamertje en dit is mijn bedje, zo. En niet dat ze in één keer haar voor de hele nacht dan in haar eigen bed zou leggen. Dus ik ging dat geleidelijk doen. Uiteindelijk ging dat zo goed. Ze sliep zoveel beter in haar eigen bedje. Nou, en ook met in bed slapen. Ik vond het toen ze klein was, vond ik het gewoon niet fijn. Omdat, ja, we hebben een tweepersoonsbed, alleen we hebben een splitmatras, omdat we hebben allebei dat we hebben een elektrisch bed. Dus we kunnen voeten en boveneind kunnen we omhoog omlaag doen. Dus daarom hebben we een aparte matras en een splittopper. Het is dus niet zo chill voor Aisha om tussen ons in te liggen, want ze valt dan in een gat. Dus dat werkt al niet. En nu ze ouder is, zelfs ik heb echt geprobeerd dat ze gewoon bij ons sliep toen ze wat verkouden was. Toen voelde ze zich echt niet lekker en heel erg huilerig en hangerig. Nou, je kent het misschien wel, ook als je geen kinderen hebt, dan bij jezelf. En ik probeerde haar gewoon bij mij te laten liggen. Ik denk, nou, dan ga je maar gewoon hier in bed slapen. Maar zij heeft nu zo de slaapassociatie, als ik in bed word gelegd met mijn slaapzakje, eventueel dan, met mijn speentje, of nou trouwens, nee, dat maakt ook niet uit, want ze had er toen speentje in. In ieder geval, in haar eigen bedje, of in een bedje waar zij alleen ligt, dan is het mijn slaaptijd en ga ik slapen. En voor haar, hoe ellendig ze ook was, en hoe moe ze ook was, zij dacht, oh, maar ik ben wakker, ik ben bij jou, dus we gaan spelen. En ze ging klauteren over de kussens en over mij. En ik dacht, nee, dit werkt gewoon niet. En ik legde in de eigen bedje en ze slaapt. Dus dan moet je natuurlijk ook een beetje kijken naar je kind. En als dat dus niet zo bij jou is, moet je niet bij wijze van spreken mijn kind als voorbeeld gaan nemen. Oh, maar bij Jennifer slaapt Aisha nu al door en ze geeft nog steeds borstvoeding. Ja, dan moet jij dat ook kunnen of dan moet het ook bij mij lukken. Ik heb ook daar zo vaak, ik ben zo vaak gaan vergelijken en opzij proberen te zoeken toen Aisha nog niet doorsliep. Of met borstvoeding, hoe vaak moet je borstvoeding minimaal geven? En wanneer kan je dat het beste doen? En oh my god, ik werd gek van mezelf. Constant dat vergelijken, weet je wel. Want op een gegeven moment werd het uit vergelijking. Want er werd gewoon tegen gezegd, je moet dat gewoon uit, weet je, je kan voor een schema kiezen, je kan voor op verzoek kiezen, je kan daarvoor kiezen, je kan daarvoor kiezen. Al die informatie, prima, zo. En dan moet je gewoon je eigen weg daarin gaan vinden. Je moet voelen wat bij je past. Maar op een gegeven moment, ondanks alle informatie die ik had, ging ik nog steeds
vergelijken, mezelf vergelijken bij anderen. En proberen tips te krijgen. En nogmaals, er is een positieve kant eraan, maar hij werd al heel snel negatief bij mij. En zeer zeker als we dus kijken, wanneer we dus kijken naar onze overtuigingen en daarin proberen die om te draaien, zodat we overvloed kunnen manifesteren in ons leven en harmonie en geluk in elk gebied van ons leven, dan moeten we toch kijken van hoe vaak vergelijk ik me met anderen. En wat is nou eigenlijk mijn wens? En wat wens ik nou eigenlijk werkelijk te manifesteren? Of is dat omdat ik dat bij iemand anders heb gezien en die ander is zo gelukkig of lijkt daar heel erg gelukkig mee? Dus nou, dan zal ik het ook wel moeten hebben. Hoe vaak denken mensen wel niet, oh, eigenlijk misschien toch wel even een grotere bak onder mijn reet hebben. Want ja, weet je, dan ben ik de man of dan ben ik de vrouw. Want dan ben ik een crazy, weet je wel, iemand die... ik had dat crazy manifesten, ik had dat bij Sophie gezien. Maar dan ben ik een crazy manifesten, iemand die heel goed kan manifesteren. En dat moet, want anders... Maar ja, hoewel ik trouwens echt... dit is helemaal niks naar, hoe heet dat, de titel. Maar dat kwam gewoon in me op, hè, crazy manifesten. Maar... Natuurlijk, het is wel de bedoeling, we zijn allemaal crazy manifestors. We kunnen allemaal instant eigenlijk manifesteren. We kunnen allemaal manifesteren wat we werkelijk wensen. Maar nogmaals, wat je werkelijk wenst. Want anders ben je alleen maar ergens tegenaan aan het duwen, wat eigenlijk helemaal niet voor jou is. Of dan moet je iets zo gek veel energie gaan geven. Moet je al je uren en tijd daarin stoppen. Wil het überhaupt gaan manifesteren? Als het jouw zielswens is, dan geloof me, is het niet de tijd die de manifestatie tot werkelijkheid brengt. Het is de energie die de manifestatie tot werkelijkheid brengt. En dan kan dat ook in een zeer korte tijd en met heel veel gemak. En dat is waarom mensen toch nog steeds denken dat het heel veel moeite is om te manifesteren. En dat ik ook dan soms kan denken, het is heel veel moeite om dingen te manifesteren. Maar nee, het is erachter komen wat je werkelijk wil en wat je werkelijk wenst. En dat uitzoeken, nou, als je daar denk ik, als we daar allemaal meer tijd aan besteden en daar meer soort van de hang of it krijgen, dus meer snappen, kijk, dan kunnen we steeds sneller manifesteren wat we werkelijk willen. Hoewel dat manifesteren denk ik altijd... Of heel simpel lijkt, maar in dat moment ook weer heel ingewikkeld lijkt. Want het is dus ook weer per situatie, per persoon verschillend. Omdat het heeft met energie te maken en het heeft niks met feiten te maken. Het heeft niks met een bepaald soort formule te maken. Ja, wel een formule die energetisch werkt. Ja. Ja, dat wel. Maar als je weet wat je wil en als je dan een formule hebt die gewoon werkt, kijk, dan is het geniaal. Maar als je... niet zeker weet of je dat wel wil manifesteren of dat eigenlijk is een manifestatiewens vanuit iemand anders, dan kan je nog zulke geniale dingen doen, maar dan zal die manifestatie nog steeds niet dat brengen wat je werkelijk wil. Nou, dat. Maar we hadden het over vergelijken. En ik ben gewoon heel erg benieuwd, vergelijk je jezelf nog heel vaak met anderen? En in hoeverre hangt dus, heb jij nog heel erg, nee, niet hangt, maar heb je nog heel erg de overtuiging, ik ben niet goed genoeg, vanuit dat stukje dat je iedere keer als vergelijkingsmateriaal werd gebruikt of bij anderen, of dat je iedere keer moest vergelijken met anderen. Nou ja, blijft altijd een tricky subject, dit soort dingen. Waarom? Want je hebt een positief en je hebt een negatief. Maar serieus, het is uit de klauwen gelopen met een stukje vergelijken. Het gaat nergens over hoe vaak we ons vergelijken met anderen. En dat we ook denken, dat doe ik niet. Oh, ben ik dan daarom niet goed bezig? En überhaupt dat die twijfel al zo vaak bij ons naar boven komt. Het is niet nodig en het haalt enorm af van de vibratie van onvoorwaardelijke liefde. Het is zo niet onvoorwaardelijk. We denken dat we onvoorwaardelijk zijn op het moment dat we ons goed voelen. En dan geven we dan, oh ja. Maar nee, de onderlaag van ons, wat we werkelijk uitstralen, zit vol met allemaal voorwaardelijke liefde. Dus nee, we zijn niet onvoorwaardelijk. En dat kan ik echt met zekerheid zeggen. You're not unconditional. Constant conditie. Constant. En op het moment dat we echt onvoorwaardelijk zijn, dan voel je dat. En dan voel je dat op langer termijn ook. En het is een andere frequentie. En het is niet voor... het ene moment kan je onvoorwaardelijk zijn. Serieus. In het volgende moment. Dan komt weer de shitload van voorwaardelijke overtuigingen.
naar boven, waardoor dus die energie 9 van de 10 keer overneemt. Dus het aan de slag gaan met beperkende overtuigingen, aan de slag gaan met je energieveld, het opruimen, het verhogen van je trillingsfrequentie is een must om gelukkig te zijn, om het te kunnen doorzien, om patronen te kunnen zien bij jezelf, om willing te zijn om daarmee aan de slag te gaan, om echt naar jezelf te durven kijken, om steeds weer het terug te halen naar jezelf. Want uiteindelijk heeft het geen zin om naar anderen te kijken. Anderen moeten een inspiratiebron zijn. En op het moment dat dat geen inspiratie meer is, maar dat je dingen wil... Ja, lastig hè? Ik vind hem lastig, het verschil dan tussen uit te leggen, tussen inspiratie en vergelijken met anderen. Maar ik denk dat het hem daarin ligt. Ik denk dat inspiratie is een hele mooie goddelijke energie. Maar op het moment dat we, hier op aarde hebben we ook die dualiteit, hij kan ook een negatieve uiting krijgen en dan wordt hij naar vergelijken. En dat is niet dienend. Het is niet helpend, het is niet dienend. En ja, nu snap ik hoe ik moet uitleggen. Hoe je dat weet, is toch een energetisch stuk. Je voelt de energie. Je voelt de energie van inspiratie en voelt de energie van vergelijking. En op het moment dat je vaak genoeg even stil bent in jezelf, denk aan meditatie, denk aan resets. Dus niet constant aanstaan, niet constant scrollen op social media, niet constant outgoing zijn. Ook naar inwards, dus als je genoeg je innerlijk werk doet, dan is het veel makkelijker om die nuance te voelen. Ik merk dat ook wanneer mensen bij mij een traject afnemen en we zijn iets verder in het traject eigenlijk al best wel sneller, maar ik bedoel iets verder, dus dat we in ieder geval een maand of twee bezig zijn, dan voelen mensen al steeds meer het verschil tussen dus dat ego-stuk, eigenlijk dus de negatieve uiting van hogere energieën en dus hogere energieën, ofwel hogere zelf. En het is dat verschil eigenlijk wat belangrijk is voor ons om steeds meer te gaan voelen. Nou, hoe doe je dat echt waar? Het verhogen dus van je trillingsfrequentie en stilte creëren in jezelf. Ik merk dat ik nu wel steeds weer bezig ben natuurlijk met het verhogen van mijn trillingsfrequentie. Nou, dat gaat ook super. Nog steeds met, ik heb reiki om maar zo te zeggen. Dus ik ben daarin ingewijd. Kan het iedere keer inzetten op mezelf, op anderen. En dat verhoogt mijn trilling weer. Ik neem content op me dat ik echt super inspirerend vind. Maar meditatie is weer even een dingetje. Ik weet niet, als je me langer volgt, dan weet je dat ik dit al vaker heb gehad. Dan ben ik zo onrustig als ik mediteer. Ik heb nu zo'n earthing mat. En serieus, daar gaat het wel wat beter mee. Als ik mijn voeten op dat... Ik heb zo'n klein matje ook. Twee eigenlijk nu van die kleine matjes. En als ik daar mijn voeten op heb, dan gaat het wel veel beter. Maar... Of in kleermaken zit, maar dan liever eigenlijk geen kleding aan. Maar ik merk dat voet toch wel beter is. En ik denk dat het komt omdat er gewoon heel veel zenuw uiteinden. Dus alles komt eigenlijk samen in je voeten. Daarom is voetreflextherapie ook kan heel erg goed zijn. Dat wil ik trouwens ook wel eens een keertje proberen. Voetreflextherapie. Dat lijkt me ook wel heel interessant voor het lichaam ook. Om dat te voelen en te ondervinden. Maar, dus het gaat alweer wat beter. Maar... My, dan kan ik zo onrustig zijn in mijn hoofd. Maar dan weet ik ook al bij voorbaat, om dat verschil te voelen. ik weet niet of dat dan weer zo simpel of makkelijk gaat. Misschien moet ik dan even, iets, hoe noem je dat? Iets tegenkomen dat me dan weer, dat was het hè. Weet je wel zo, dat ik iets tegen moet komen dat me eruit snapt. Van, maar dit is, wat voel ik nou werkelijk? En even moet stilstaan, even in het hier en nu ben. Oh, in het hier en nu zijn natuurlijk. Dat is gewoon eigenlijk hè, waar het helemaal om draait. Eckhart Tolle schijnt daar echt wel meester in te zijn. Hij teacht daar ook over. En af en toe luister ik wat van zijn content, maar ook soms hele periodes niet. En dat is gewoon eigenlijk met iedereen hoor. Dat is dan weer van op het moment, dan is iemand inspirerend voor mij. En soms, dan haal ik er gewoon even niks uit. Of dan, dat iemand moet maar net klikken met je. Hè? De ene keer klik ik wel met je, de andere keer klik ik niet met je. Dat is gewoon omdat we shiften iedere keer in energie.
En dat is ook waarom natuurlijk sommigen bij mij kiezen voor bepaalde dingen om af te nemen. En sommige mensen kiezen bij iemand anders iets af te nemen. Je moet matchen. En als je iets bij mij wil afnemen, dan be sure you like me, weet je wel. Want als ik resoneer met jou, dan gaat het helemaal lukken. Maar als ik niet resoneer met jou en je gaat toch iets afdwingen, nee. That doesn't work. Maar ja, dat is ook wel logisch. En je komt ook niet bij mij als je dat niet voelt, want... Ja, je betaalt in ieder geval voor één op één toch wel wat. Omdat, ja, logisch, we zijn heel veel met elkaar bezig. Het is niet dat ik één keer in de maand iets met je doe of één keer in de twee weken. Nee, één keer in de week sowieso. En mijn ervaring is dat we heel vaak dus appverkeer hebben. Dat je wat spraakberichtjes naar me stuurt. En dat ik daar dan weer op reageer met andere spraakberichtjes. Dus al met al veel informatie dat heen en weer gaat. Maar ja, het vergelijken, ik vind het een dingetje en ik vind het nu even een topic dat omhoog mag komen. Ik heb een filmpje opgenomen, dat staat op IGTV, misschien heb je het al voorbij zien komen. Ik wil het ook delen op YouTube, maar ik weet dan niet, waarschijnlijk heb ik dat dan al gedeeld als ik die heb gepost. Ik probeerde aan te denken om een link erin te sturen, maar waarschijnlijk heb ik het dan alweer vergeten hoor, sorry. En... maar die staat dan ook op YouTube en dat heet het filmpje in ieder geval over... kernovertuigingen, over met je overtuigingen aan de slag gaan. En ik denk dat dit ook weer zo'n mooi voorbeeld is van een kernovertuiging wat zijn oorsprong heeft, dus uit het vergelijken met elkaar. Of dat jij eigenlijk, nee, dat jij vergeleken wordt met anderen om te kijken hoe het dus wel moet. En nogmaals, daar zit iets in, want zo leren we... Kinderen en baby's observeren anderen om dingen te leren. Je observeert anderen om te leren lopen. Je observeert anderen om een nieuwe taal te leren. Als je als volwassene een nieuwe taal leert, moet je ook anderen observeren om een nieuwe taal te leren. Maar hij heeft serieus een keerzijde in dat we dus niet genoeg zijn. Of niet goed genoeg zijn. Dat we het niet goed doen. En dat wat we doen... misschien nog beter kan, want oh, die doet het zo. Oh, moet ik dat dan misschien ook doen? Nou ja, ik weet zeker dat ik mijn punt nu wel duidelijk heb gemaakt en dat je ook, en nu begrijp ik hem in ieder geval ook, qua hoe ik wil uitleggen, naar dus de trillingsfrequentieverschil, hè, dus die fijngevoeligheid, die dus iedere keer zo belangrijk is, bij het stukje is het ego of is het hogere zelf, is het van een laag trilling, is het van een hoge trilling. En hoe je dat het beste dus kan doen, is door je eigen trillingsfrequentie te verhogen. Nou, wil je dat ik je daarbij help, neem alsjeblieft persoonlijk contact met me op, stuur me een mailtje. Ik vind het altijd leuk als je hieronder je reactie zet of naar me schrijft. No matter what, social media kan me sowieso vinden op Facebook en Instagram. Dus daar kan je me altijd een bericht sturen. Nou, ik wens je een hele fijne dag of avond verder toe. Dank je wel voor het luisteren. En ja, hopelijk tot de volgende keer. Doei doei, namaste.